Ik ben Janet en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag woensdag 11 december. En het is inmiddels al 12 uur. Ik ben vandaag een dagje vrij. Dus ik dacht het is wel weer leuk om even een dagje te filmen. Volgens mij staat mijn camera heel scheef. Maar ik heb even over nagedacht wat ik wilde. Want de laatste video die online is gekomen is echt gewoon een beetje bij elkaar geraapte zooi van de afgelopen tijd dat ik heb gefilmd. Dus ik heb er wel even over nagedacht. En ik wil sowieso niet stoppen, want ik vind het echt heel erg leuk. En ja, ik zou dat ook heel erg zonde vinden met wat ik heb bereikt. En gewoon de mensen die kijken. En ik vind het gewoon echt nog heel erg leuk om te doen. Dus dat ga ik niet doen. Ik ga niet stoppen. Maar ik ga gewoon nu even kijken van... Ik film gewoon een paar dagen in de week. En dan probeer ik van 2 weken een soort weekvlog te maken. Dus vandaag ga ik dan filmen. Morgen ga ik filmen. Ik denk vrijdag dan niet. Zaterdag denk ik ook niet. Misschien zondag dan wel weer. Want dan ga ik vooral weer met Amber iets doen. Dus ik ga een beetje kijken hoe dat dan in elkaar zit. Dus niet dat ik elke dag hoef te filmen. Want dat gaat toch niet lukken. Want daar doe ik en niet genoeg leuke dingen voor. Ik lijk zo wit. En ik heb bijvoorbeeld op dinsdag de hele dag stage. Dus dan kan ik sowieso ook niks filmen. Dan wil ik verder voor de rest niet verder echt ingaan op comments. Maar er waren mensen die hadden gereageerd dat ik er niet gelukkig uitzag. En ik heb me echt wel beter gevoeld dan hoe ik me nu voel. Alleen ik denk dat het ook gewoon komt omdat ik minder actief ben op YouTube. En ik minder leuke dingen laat zien. En ja, ik loop nu natuurlijk stage bij de kleuters. En eigenlijk was ik nooit ziek. Echt nooit. Ik heb ook niet heel vaak griep of allemaal andere dingen. Wel, soms is hoofdpijn of buikpijn als je ongesteld bent of dat soort dingen. Maar ik ben eigenlijk nooit zo vaak ziek. En ik merk nu gewoon wanneer ik stage loop bij de kleuters. En je toch met die kinderen gaat knuffelen en allemaal dat soort dingen. Dat ik toch vaker ziek word. En ik heb ook astma. Dus dan slaat het soms ook over in mijn luchtwegen. En dat merk ik wel heel erg. Dus ja, ik ben wel meer ziek dan eerst. Maar ik slik wel gewoon vitamine D3 pillen en zo. Dus ik hoop dat het gewoon helemaal goed moet komen. In ieder geval, mijn broertje is nu klaar met rijles. En we gaan samen even naar de stad. En naar Den Haag. Ik heb een nieuwe grijze trui van H&M aan. En ik had ook een zwarte broek besteld. Zo'n leren broek. En die is net te klein, want ik moet ook echt weer gaan sporten. Dus ik ga even mijn Dr. Martens aandoen. En dan gaan we richting de stad toe. Zin in! Oké, Jos terug van rijles. En we gaan nu lopen naar de auto. Maar die staat dus nog bij de stageschool. Dus we mogen lekker een stukje lopen. Want bij mij in de buurt kan je dit echt nergens parkeren. En ik moet nog iets terugbrengen naar de H&M. In de winkel met haar tasje. En we hebben er zin in. Ging je rijles goed? Nee. Ja, zeg ik dan. Ja. Het ging super. Super. De hele tijd geshopt en we hebben best wel wat dingen gekocht. We zitten nu weer in de auto met een ijskoffie van de Mac. Super slecht. En we gaan nu naar huis rijden en dan moet ik straks alweer werken. Hoe laat is het nu? 4 uur? Ja. Over 2 uur moet ik pas werken. Oh, laat even dat shirt zien. Je hebt dus nu een nieuwe collectie van Nike en dan heb je de shirt met een soort ketting eraan. Het zit op het shirt vast. Ja. Oké, maar wij gaan nu naar. Yeah. Je wilt even mijn move mee. Shoot it. Maar besef hoeveel geld die mensen verdienen die een kersthit hebben gemaakt. Want ja. Elk jaar komt het weer in de top 50. Klopt. Het wordt ziek goed geluisterd. Bijvoorbeeld, je voor 1 liedje en je bent al bekend. Oké. We zijn onderweg naar huis en ik moet straks werken en daar heb ik echt geen zin in. En ik ga morgen eigenlijk mijn nagels laten doen. Kijk. Zo lekker. Ik ben terug van de stad en ik moet zo werken. Oh, ik heb zo geen zin. Ik wil lekker in bed films gaan kijken.
Ik heb het ook echt koud door vandaag. En ik ga morgen eindelijk mijn nagels doen, want het is echt verschrikkelijk. En daarna denk ik dat ik iets anders wil. Ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb niet alles bij de H&M gekocht, maar ik heb wel alles in dezelfde kast gedaan. Auw. Het zijn drie dingen. Als eerst heb ik zo'n zachte teddyjas gekocht. Ik heb wel teddyjassen, maar nog geen witte. En ik vond deze echt heel erg leuk. Deze zal je vast nog wel voorbij komen. Die komt vast nog wel voorbij in mijn vlogs. Maar ik heb niet zo zin om hem nu te laten zien. Die. Dan heb ik zo'n zwarte leren legging. Want ik had er een besteld bij H&M. Die was dus te klein. Toen wilde ik hem ruilen, maar dat hadden ze niet meer. Toen heb ik echt alle winkels afgezocht. Nu heb ik er eentje in mijn maat. Dus die heel erg leuk. Nog even een... Kijk, deze van de Bershka. Nog even een flared, want ik draag bijna elke dag flareds. En die zwarte van mij, die komen best wel snel van die bolletjes op. En dat vind ik heel erg lelijk. Deze is wel heel groot, deze flared. Aan de onderkant. Ik heb hem ook nog niet gepast. Dus die ga ik nu even passen. Ga ik daar nou aan werken. En dan misschien film ik morgen of misschien film ik vanavond nog even. En ik ga nu even wat vlogmas video's kijken. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En gisteravond moest ik werken, dus toen heb ik niks meer gefilmd. En ja, het is nu 7:45 en ik moet eigenlijk bijna weg over 5 minuten. Ik heb vandaag mijn nieuwe leren broek aan en dan ga ik onder mijn Dr. Martens nog even aandoen. En vandaag heb ik koor, dingen afmaken op school. Daarna eindelijk mijn nagels doen, want die heb ik echt allemaal zelf zitten afbijten en weet ik veel wat. Ja, dat eigenlijk. Met koor gaan we oefenen voor optreden die we in de school gaan doen. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus ik heb er heel veel zin in. En ik ben heel erg wit. Dus binnenkort even naar de zonnebank. In ieder geval, ik ga nog even mijn haar vast doen. Oh, mensen vroegen hoe ik dit deed. Maar dan moet ik even een goed clipje hebben. Het is heel makkelijk. Ik gebruik zelf altijd zo'n clipje. Maar je kan ook een ander gebruiken. Het maakt niet heel veel uit. Wat ik doe is ik pak dit zo. En dit doe ik zo. En dan pak ik de bovenste plukjes. En dan zet ik hem best wel een beetje hoog vast. Zo. Maar dit ziet er natuurlijk heel raar uit. Dan pak ik hier twee plukjes uit. Of iets meer. Zo. En dan doe ik dit een beetje zo. En dan zit het... Zo. En ik ga nu weg. Oh, wat zit er maar aan. Oké, we hebben het middag gehad. Het was echt super saai. En we hebben nu even een lekker theetje gehaald. Kijk, neem je altijd groene thee? Nee, ik heb nu ook rooibos. Oh. Ja, ik neem ook altijd rooibos. Ik zal te twijfelen. Kijk, mijn nagels. Ik heb alles eraf zitten trekken en kapot gemaakt. Alles gewoon kan. Ik had hele lange nagels. Maar heb je dit helemaal zelf gedaan? Gewoon helemaal eraf gebeten en zo. Het is heel vies eigenlijk. Maar heb je... Ik ga toch vanmiddag. Heb je dat zelf eroverheen gelakt? Lakt, ja. Zodat het iets minder opviel. Maar dat ging er ook wel af. En ik heb ook even een muffin gehaald. En wat heb je hierna dan gehouden? Ja. Een uur of twee? Dit is echt een... Het is wel echt wel heel opgezond, maar ja. Oké, ik ben klaar met school en ik ben met Eve. Die heeft me opgehaald met de auto, echt heel erg lief. En over anderhalf uur gaan we nagels doen, want het is echt verschrikkelijk. Welke kleur ga je doen? Ik deed gewoon weer rood. Ja, omdat kerst natuurlijk. Ja. Nou, ik dacht ik wil rood, maar toen dacht ik, ik irriteer me altijd heel erg snel aan rood. Dus ik denk dat ik die zilveren ga doen. Ja, dat is leuk. Ik dacht dat is ook wel kerstig. En ja, we dachten nu, wat moeten we nu nou natuurlijk gaan doen die anderhalf uur? Dus we gaan nu even lekker naar de Mac. Maar ik heb de adventkalender gekeken. Ja. Kim Nuggets. Maar het is 20 Kim Nuggets voor 4 euro. Maar ik weet niet of jij zin hebt in Kim Nuggets. Nou, niet echt, maar het is, ja, je kan het. Het kan, maar dan wil ik liever samen allebei 10. Ja. Maar ik denk dat ik meer zin heb in de Mac Croquette. Okay. Ik heb een nieuwe jas. Zo leuk. Van wie? Van H&M. Kijk, weet je wat het is? Ik heb heel veel jassen, maar heel veel zwarte en zo. Ja. En dan heb ik heel vaak een hele zwarte outfit aan. En dan denk ik echt, ja, godver, weet je wel. Ja, hier naar rechts. Ja, dat wist je wel. Ja, je kan. Dus dat. Dus we gaan nu even lekker eten. Weet je wat ik wel eens heb gehad? Wie zou daar nog niet in? Ik had
Ik heb toch hier zo'n airco? Ja. Te veel met drankje daarin om. Maar ik heb nu nog steeds het idee dat mijn airco gewoon niet goed werkt. Daardoor. Nee, tuurlijk niet. Want kut. Ja, maar het is natuurlijk ook een leaseauto, dus... Lekker handig weer. Echt heel slecht licht. Nou, lekker ik heb voor de verandering weer eens een McCroket. Zo, maar wij gaan even eten. Nee, het is echt al een hele tijd later. Het is inmiddels al 10:30. Ik heb gewerkt, ik heb mijn nagels gedaan. En ik heb heel kort gedaan, maar ik heb zilver gedaan. Dat vond ik wel heel erg mooi. Dus dat eigenlijk. Ik weet niet of ik morgen ga filmen. In ieder geval zondag wel, zaterdag niet. Dus ik moet eventjes kijken. Maar ik ben wel heel erg blij met mijn nagels. Ik ga nu mijn make-up eraf halen. Zo, ik heb rode wangen. Maar jullie zien mij dan weer tot de volgende keer. Dus morgen of zaterdag. Oké, het is vandaag zaterdag 14 december. En ik heb vandaag al gewerkt. En het is inmiddels al 4:30. Ik heb net mijn make-up even gedaan. Let niet op die vreselijke kerstboom hier. Ik dacht dus dat het zonder kleuren waren. Maar het was met allemaal verschillende kleurtjes. Dat wilde ik echt niet. Maar ik laat hem nu maar eventjes staan. Ik heb gisteren 2 pakketjes ontvangen. 3 eigenlijk. Ik heb namelijk... Ik heb nieuwe hoesjes voor mijn telefoon ontvangen. Maar die had ik gewoon zelf besteld bij AliExpress. Maar ik moet nog eventjes kijken welke ik nou het leukst vind. Maar ik had er ook 1 met sterretjes ontvangen. En die vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Natuurlijk nu met kerst. Dus misschien hou ik deze er dan omheen. Alleen dan moet ik even zo'n nieuwe sticker erop plakken. En ik had gisteren ook nog een pakketje van Naked. En een pakketje van Chiquelle. Dus ik dacht het is wel even leuk om even een unboxing ertussendoor te doen. En ik zou ook de tijd erbij zetten als je geen zin hebt om deze unboxing te kijken. Dan kan je gewoon even doorgaan. Als eerst heb ik dus een pakketje van Chiquelle. En met de code Janette Days van december, laat maar zeggen, krijg je 20% korting. Dus dat is best wel heel erg veel. En ik zal alles gewoon in de beschrijving zetten. Ik vond wel, ik mag dus altijd van een link uitkiezen van wat ik leuk vind. En ik vond dus deze keer dat ze niet heel veel leuke dingen hadden. En ik moest wel wat items doorsturen, dus ik weet niet of ik alles echt heel erg leuk vind. Maar ik ben wel heel erg blij natuurlijk dat ik het mag ontvangen. Maar ik zal wel gewoon mijn eerlijke mening natuurlijk geven. Als eerst zit er een dit erin. Oeh, deze is heel zacht. Maar dit is dus een wat langere, wow, het regent heel hard. En het is pas 4:30 en het is nu al gewoon compleet donker. Het is echt heel erg stom met filmen. Maar ja, het geel is ook wel een beetje... Ja, het is een beetje geel licht. Maar het is dus een wat langere trui. En ik dacht, dit is wel heel erg leuk met zo'n glimmende broek. En deze heb ik. Het heet Wavy Rip Top in de maat S. En de stof voelt heel erg lekker. En ik had deze in een wit en een zwart gekozen. En ik hoopte gewoon dat ik er eentje van ging ontvangen. Dus ik zal zo meteen eventjes ook aanbeelden maken gelijk. Dat is wel heel erg handig. Ik zie altijd zo weinig kleur als ik dingen bestel. Dan heb ik een glittertopje. En bij deze is het ofwel of niet. Maar ik zie nu al dat het hem niet wordt. Zo, heftig. Nou, op de foto leek het best wel een beetje een lang topje. Als ik het niet vergeet zal ik het in het scherm doen. Alleen nu ik hem zo zie, het is echt heel kort. En de achterkant is dus open. En dat zie je natuurlijk niet. Want er was alleen een foto van de voorkant. Dus ja, ik moet heel even hier naar gaan kijken. Ik heb deze in ook een S. Maar ik dacht het is leuk voor het uitgaan. Maar dit ging wel best wel heftig. Dan heb ik iets grijs. En ik heb deze al in meerdere kleuren. Ik hoop dat de kleur goed overkomt. Maar het is gewoon eigenlijk normaal grijs. En het is dus een kooltrui. En ik heb wel een zwarte en een groene. En best wel veel kleurtjes. Maar ik dacht, een grijze is ook al leuk boven een zwarte broek. En hij is heel erg fijn, lekker dik. En hij heeft zo'n mooi ribstofje. En hij is echt heel erg fijn. Hij is echt heel warm ook. Dus hier ben ik heel blij mee. En deze heb ik in een one size. Alleen vind ik zelf best wel een beetje kleiner uitzien. Dus ik weet niet of je dit met een L zou passen. Maar het is wel een beetje rekbare stof. Misschien ook wel. Dan als laatste. Oh, ik weet wat het is. Bij deze dacht ik ook, ja, ik heb het al zoveel. Maar ik wist gewoon niet zo goed wat ik anders uit moest zoeken. En het is namelijk zo'n doorschijnende top. En ik heb hier al superveel van. Maar ik denk ook weer, je kan nooit genoeg hebben. Het is wel echt een fijne stof. En dit is dus eigenlijk een soort ripstof en dan doorschijnend. En dit is mooi met een hemdje, maar natuurlijk ook met een bralet. En ik had er al eentje van zo, maar die was dus kapot gegaan. En ik dacht, dit is best wel een beetje een basic ding voor uitgaan. Dus
ja, hier ben ik wel heel erg blij mee. Dus ik zal alles in de beschrijving zetten. En dan gaan we gelijk door met het volgende pakket. Ik hoop ook echt dat jullie dit soort video's leuk vinden. Gewoon even tussendoor. Even een unboxing. Ik zal even zoeken naar de kortingscode. Ja, met de code Janette15 krijg je dus 15% korting. En op mijn Instagram zie je ook nog andere foto's. Het is echt een heel groot pakket. Want ik had er ook weer een aantal dingen doorgestuurd. Dus ik weet nog niet wat het is. En het duurde ook een tijdje. Omdat het ook nog Black Friday en zo was. Dus er was een beetje vertraging. Ik dacht ik probeer eens een keer wat anders. Het is wel groot zeg. En ik heb dus een tas besteld. Oké, ik zal hem proberen goed te laten zien. Het is deze tas. En het is een beetje een shopper. Maar volgens mij heeft hij echt heel veel vakken. En is hij echt heel erg fijn. En hij is ook gewoon mooi zwart. Oh, hier ben ik echt blij mee. Ik had ook echt een nieuwe tas nodig. En ik vind het veel fijner om je tas zo te dragen. Daar hou ik echt heel erg van. Ik zal even de vakken laten zien. Oké, je hebt dus 3 vakken. Je hebt hier een vak. Dan heb je een vak met een rits in het midden. En dan hierachter ook nog een vak. Ik zie er echt uit als een zwerver. En je hebt ook nog een zak om hem in te bewaren. Dan heb ik ook weer dit jaar een kerstjurkje uitgezocht. Of een oud en nieuw jurkje. Ik weet niet hoe je het wil noemen. En die van vorig jaar is ook heel erg mooi. Ja, ik draag het gewoon niet super vaak. Maar ik vind het altijd wel leuk om te bestellen. En vorig jaar had ik een zilveren. En nu dacht ik, ik ga toch maar weer voor zwart. En ik heb echt een heel mooi zwart jurkje met deze glitters. Ze zijn altijd zo zwaar bij Naked. Het is echt van zulke goede kwaliteit. Oh, daar vallen wel een paar van deze dingetjes af. Het is wel altijd de vraag of het mooi staat. Want die V kan soms dat soort best wel heftig zijn. Maar het is dus een overslagjurkje. Oeh, die V is wel echt diep. Ik hoop dat dit goed gaat komen. Maar dat zien jullie zo meteen. Want ik bestel Naked altijd in een maat kleiner. Want ik heb hier nu een maat 34. En normaal zou ik wel een 36 bestellen. Dus dan weten jullie dat. En ik ben heel erg benieuwd. Ik heb dit jaar wel 2 gala's van school. Maar ik weet nog niet of ik daar naartoe ga. Dus ik weet ook niet wanneer ik hem aan ga doen. Dan zie ik weer iets zwarts. Ops. Het zal weer eens niet zo zijn. En ik dacht dit is heel erg leuk boven zo'n zwarte glimmende broek. En het is dus een wat langere trui. Eigenlijk best wel basic. Maar eromheen, om je middel kan je een strik doen. Ja, het is heel lastig uit te leggen. En ik hoop echt dat dit leuk staat. Ik had deze ook in een XS besteld. Zo. Dus ja, hopen dat het mooi is. Maar jullie zien dat zo meteen al. En dan als allerlaatst had ik nog een grijs topje. Ik kan me deze niet meer herinneren. Ik had ook echt wel wat kleuritems toegevoegd. Maar je weet natuurlijk nooit wat er wordt gekozen. Oeh, leuk is deze. En dit is een soort polo met lange mouwen. Maar dan hier ook met een rits. En ik vond deze echt heel erg leuk. En ik denk ook wel dat dit echt heel erg leuk gaat staan. Zeker bij een zwarte broek. En deze vind ik dan weer best wel een beetje kort. Terwijl dit dan weer een S is. Dus ik ben heel erg benieuwd. In ieder geval, alles staat in de beschrijving. En ik ga nu gelijk even alles passen. En dan moet ik straks oppassen. Ik heb al gewerkt, maar ja. Dus dat. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Zondag 15 december. En gisteren had ik gefilmd dat ik de pakketjes ging unboxen. Voor de rest heb ik niks meer gefilmd, want ik moest de hele avond oppassen. En ik heb nu net mijn make-up gedaan. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Ik vind mijn lippen zo rood en ik weet niet hoe het kan. Maar ja, ik ga zo meteen met Anne naar de stad. En we gaan een keer naar Delft toe, want daar zijn we echt allebei nog niet echt geweest. En dan gaan we daar even shoppen en foto's maken. Want ik moet een foto voor Naked maken, want ik heb nu mijn nieuwe trui aan. En als het goed is, heb ik daar gisteren een beeld van geplaatst. En er zit zo'n riem omheen. Alleen ik heb het dus nu zo gedaan. Maar ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. En dan heb ik die glimmende broek eronder. En dan doe ik ook mijn Dr. Martens aan. Dus ik moet eventjes kijken. Ik weet niet met welke riem ik het leuker vind. Maar met die andere zwarte zie je het niet echt. Dus dan lijkt het een beetje alsof het niet hoort. Dat vind ik niet heel mooi. En ik zal dan wel mijn witte jas erbij doen. Want anders ben ik wel heel erg zwart. We gaan naar lunchen. Maar Am zei tegen mij dat er ook nog iets was van een run of zo. Dus niet dat we daar mee gaan doen. Maar dat is wel een beetje onhandig als we willen gaan shoppen. Mascara al boven mijn ogen weggehaald, ja.
Dus ja, ik ga hem over een kwartier ophalen. En dan gaan we naar Delft toe. We gaan met de trein. Want ja, geen idee. We gaan gewoon met de trein. Dus dat in ieder geval. Ik ben heel erg blij met mijn nieuwe spullen. Sommige dingen wel wat meer dan andere. Ik had, laat maar zeggen, verwacht dat dingen die ik minder leuk vond, die vind ik leuker dan, nou ja, dat. In ieder geval, ik ga nu even nog een armbandje omdoen en dan ga ik weg. Ik snap het echt niet. Ik ruim elke dag mijn kamer op en elke keer als ik wakker word is het weer een rommel. Maar oké. Ik dacht dat het ook wel leuk was om soms even wat muziek ertussen te doen. Wat ik op dit moment luister. Dus ja, wat ik nu erg leuk vind is Hansi. En dan vind ik dit liedje heel leuk. Ja. Dit stukje vind ik heel leuk. Maar die heet Wat Jij Ook Zegt. Die vind ik wel leuk. En deze luister ik ook nu meer van Hansi. En die heet Lovin. En dat zijn de twee liedjes die ik nu een beetje luister. En ik dacht het is wel leuk als ik dat elke week even een beetje doe. Zodat jullie een beetje een update hebben. Ik ga nu mijn Dr. Martens aandoen. Ik heb dus mijn Dr. Martens niet in hoeven te lopen. Heel gek, want ik heb dus helemaal geen last gehad. En ik heb juist altijd met schoenen heel veel last. Met mijn Sandra's heb ik nu soms nog steeds last. Dus ik snap er echt helemaal niks van. Maar ik ga ze nu wel aandoen. En dan hopen dat ik vandaag ook geen last krijg. En nog even mijn zadige Voltaire tas pakken. En dan doe ik mijn witte jas aan. Hey, ik ben met Am. Yay! En we zijn in Delft. En we waren aan het rijden, want we wilden eigenlijk met de trein. Volgens mij had ik dat ook gezegd, maar ja, toen dachten we gaan toch maar met de auto. Oh. Ik zeg ook niks. En toen zagen we dit. Toen dachten we, oh, dit is heel leuk voor een foto. Dus nu zijn we er naartoe aan het lopen. Echte Instagirls. Alleen die huisarbeiden zijn dan heel lelijk, maar Sjaar woont, heb je echt mooie uitzicht. Oké, dus dat eigenlijk. Zin in. Dacht ik aan. Ja. Ik zit okay. Even hier neer. Ik heb even een jas erin. Nee, nee, niet daar, joh. Nee, maar ik heb even een jas uit. Ik zit op de grond. Nee, hier, dit is een tafel. Oh, oké, Anne en ik zijn net in Delft geweest. En we vonden het niet. Een beetje tegenvallen. Het viel een beetje tegen. We hebben wel foto's gemaakt. Maar dat had ik volgens mij gefilmd, dat stukje. Oh, ja, erop zeven. Toch? Ja. En. Weet ik eigenlijk niet meer. Ja, ik had wel even dat plekje gefilmd, volgens mij. En toen wilden we in de winkels gaan kijken. Niet zo goed. Oh, leuk! Mm-hmm. Toen wilden we in de winkels gaan kijken, maar dat was nou ook niet echt. Niet echt denkbaar. Nee, ze hadden niet eens een Zara. Daar ging ik voor. Ik had een hele lijst gemaakt. Allemaal favorieten opgeslagen. Ja, toen wisten we niet zo goed dat het ging. Oh ja, het gingen we ook nog lunchen. En we wilden heel graag pancakes. En dat, oh, mijn naam is echt voor het eerst goed geschreven. Even laten zien hoor. Oh, heb jij een kleine? Heb ik een grote? Ja. Dit is toch een medium of niet? Mm. Ik heb eigenlijk helemaal geen maat gezegd. Deze is heel sterk. Sterker dan normaal. En ik zei slagroom. Oh, is het wel slagroom? Heel weinig. Het is wel teleurstellend wat je hebt gekregen. Maar. Ja, de hele dag is al teleurstellend. Dus we gaan... dus we wilden eigenlijk naar de winkels. En toen hadden we ook nog eens 6 parkeergarages. Want er stond... 20 cent voor 4 minuten. Dus wij dachten, ja, het is echt kapot duur. Maar uiteindelijk valt dat dus echt heel erg mee. Ja. En toen dachten we, gaan even naar Starbucks. En we gaan zo nog naar de Action, want ik moet nog knutselspullen halen. Toen dachten we gaan ook nog even filmen. Ja. Ja. Maar ik heb eigenlijk geen zin meer om te filmen. Dus als jullie niet... leuke vakantie-ideeën hebben. Nee. Reageer het even in de comments hieronder. Ja. Oh, wat slecht licht. Oké, Om en ik zijn terug uit Delft. En het was echt super gezellig. Ik heb nog een paar dingetjes gekocht. Ik heb namelijk van die boeken met papier gekocht. Bij de Action. Even kijken of ik het goed kan laten zien. Zo, want ik wil een knutselopdracht doen. Dus ik heb er 2 gekocht. En hier kunnen de kinderen dan uit knippen. Dat is heel erg leuk.
En nog van deze slingers waar ze ook mee kunnen knutselen. Voor de rest heb ik kerstlampjes gekocht. Want die hingen altijd hier boven mijn kleding. Alleen, mijn vader heeft die in de kerstboom gehangen. Dus ik wil even een nieuwe. En ik ga nu even mijn kamer een beetje opruimen. En mijn nieuwe kleding erbij hangen. Alleen, het past dus echt niet meer. Ik heb echt te veel kleding. Ik word er zelf gewoon een beetje gewoon gek van. Dus ik ga het nu even opruimen. En dan ga ik in bed denk ik even deze video editen. Kijken hoe lang die al is. En ik heb zoveel zin in de vakantie. Echt top. En ik ben ook benieuwd wat mensen gaan doen met oud en nieuw. Ik was de video aan het editen in bed. En de video is al 25 minuten. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie hiervan vinden. Of jullie het een leuk idee vinden. Dat ik gewoon soms wat dingen vlog. En ik vind de vlog uiteindelijk ook best wel leuk geworden. Ik heb die lampjes daar nog opgehangen. Ik hoop dat je ze goed kan zien. En ik ga voor de rest nu gewoon even filmpjes kijken. En deze vlog dus even online zetten. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video. Doeg!